Die is nergens te bekennen. Dat is natuurlijk heel raar, want die doos moet ergens zijn. Het is donderdag, ik ben net helemaal nat geregend, ik heb mezelf een beetje gedroogd. En ik heb vandaag een hele leuke planning. Ik ga Lego bouwen, Lego bouwen, Lego bouwen, Lego bouwen, Lego bouwen. Alle Lego zitten door elkaar, ik heb een kind dat er helemaal gek van wordt. Dus ik ga het even bouwen per doos, zodat alles compleet is. En dan opruimen. En yay. Langzaam maar steeds niet begrijpen waarom Sarah het niet meer leuk vindt. Deze. Dan elke keer als ik dan iets miste, ben ik gestopt. Dus die ben ik gestopt. Die. En dan hebben we hier nog die. En die liggen. En ik heb alleen... Deze heb ik compleet. Die heb ik ook afgesloten. Deze heb ik compleet. Deze heb ik compleet. En de rest dus niks. En elke keer loop ik vast dat ik een onderdeel niet kan vinden. Ja, ik... maar ik moet over 1 minuut nu naar school. Voor niets naar school geweest, want Sarah die gaat bij met Mila spelen. Dus ik ga weer verder met het Lego drama. Oké, de stand van zaken. Van al deze dingen mist iets, maar voor de rest heb ik ze dus wel in elkaar. Daar mist poppetjes van. Hier mist water en een croissantje van. Hier mist... wat mist hij hier nou van? Dat wist ik wel. Oh ja, de surfplank miste hiervan. En hier mis ik een kroontje van. En daar miste ik een hamster van. En dat is leuk, want die kan ik dus nergens vinden. En ik moet eigenlijk de bank en de kasten opzij schuiven als ik het echt wil zien. Maar ja, dat gaat me niet lukken nu een beetje. Maar ja, dan heb ik ook dit nog. Dit heb ik nu over. En het leuke is dat al die andere dingen dus kloppen. Dus ik moet ook eens kijken wat ik hiermee moet. Eindelijk tijd om Sarah op te halen. Ik ben ook even helemaal klaar met die Lego. Ik heb het er echt mee gehad. Even navigatie instellen. Ik weet ongeveer waar het is, maar ik ben daar nooit geweest. Ik ben er alleen maar bekend in de buurt. Vooral enigszins bekend in de buurt. Zo. Nou, ga zo. Let's go. Sarah opgehaald en die vertelde me in de auto waar deze lag. Onder een kast, dus die hebben er nu onder vandaag getoverd. Dus ik kan weer 1 doos van tafel halen. Ik bedenk me net echt dat ik zo verschrikkelijk weinig gefilmd heb. Maar we zijn zo met die Lego bezig geweest. Net hebben we na het eten deze bank nog helemaal verschoven. En daar vonden we 2 stukjes. En we kwamen er ook achter dat er eigenlijk gewoon een hele doos mist. Vandaar dus dat ik elke keer niet uitkom en dat ik heel veel stukjes overhoud. Dus we hebben ook net al echt heel veel naar die doos gezocht, maar die is nergens te bekennen. Dat is natuurlijk heel raar, want die doos moet ergens zijn. Maar goed, ik ga eerst even de vlog van gisteren editen. En als Marco er dadelijk is, gaan we nog even verder met onze speurtocht naar de Fumbiste Lego. Voor degenen die langer kijken, ik zie in haar... op mijn lens zitten. Dan weet je misschien nog dat we 2,5 maand geleden een boek hebben besteld. Sarah van haar cadeaubonnen van de verjaardag. En toen hadden we hem besteld en toen zag ik in de e-mail... wordt uiterlijk 8 januari geleverd, 2,5 maand later. Nou, ik nog gevraagd. Ze zegt, mama, dat is wel leuk, dan krijg ik dan een cadeautje. Maar dan zou je verwachten dat het op tijd is... En ik zit net in mijn mail te kijken en eigenlijk helemaal de datum niet meer door. Het is vandaag dus 9 januari, 1 dag later, zie ik dit mailtje. Het artikel is gewoon vertraagd en het komt uiterlijk zaterdag. Maar wat ik niet snap, hoe krijg je het voor elkaar als je 2,5 maanden tijd hebt om 1 boek te versturen,
Dat je dan alsnog te laat bent. Gewoon 3 dagen te laat. Nou, echt. Ik vind het zo stom dat ik het gewoon weer grappig vind. Echt. Echt niet normaal. Hele speurtocht hebben we net gehouden. En wat hebben we gevonden? 1 poppetje. Echt. Hoe dan? Morgen weer een dag. En ik ga nog veel meer opruimen natuurlijk in huis. Dus ik moet de rest vanzelf tegenkomen. Want ik ben ook gewoon een hele doos kwijt. En we hebben echt alle kastjes opengetrokken. En we kunnen het gewoon niet vinden. Het is zo raar. Ik weet ook niet hoe groot of klein. Maar ja, lege dozen hebben wel bepaalde maten. Dus hij moet ergens zijn. Maar als jij het weet, weet ik het ook. Want ik weet het niet meer. Ik ga in ieder geval naar mijn bed en kijk. Weer rond 12. En ik ben echt trots op mezelf. Want ik wilde echt wel. Ik wilde zeg maar voor 12 in bed liggen. Maar ik kan ook wel blij zijn met dat ik net over 12 naar bed ga. En oh ja, en ik heb die trui aan van Levi's. Die ik woensdag heb gekocht. En hij is heel leuk. Alleen met Coco of Lego uitzoeken is niet handig. Want met die Lego steentjes elke keer als ik iets pakte, zie ik alles weg. Dus ik moet deze trui meer voor buiten de deur en niet voor dit soort dagen doen. Maar ik ben er heel blij mee. Hij zit heel lekker. Ik vind hem echt super leuk. Maar goed, ik ga slapen, anders lig ik nog te laat op bed. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren, een duimpje achter te laten en een reactie. En dan zie ik je morgen. Doei doei!